Goedemorgen, ik ben Desiree Stoekel. Het is 10 januari 2014. Ik heb vandaag opnieuw een e-mail gekregen in relatie met Anas Oerag. Anas is de jongen die doodgevonden is in Wassenaar vorig jaar. Ik kan deze e-mail niet meer doorsturen aan de vader van Anas. Hij heeft zijn e-mailadres gesloten nadat bekend was dat het Openbaar Ministerie weigert de dood te onderzoeken als een moord. Ik heb dus een e-mail, ik kan hem niet doorsturen. Ik kan de persoon niet traceren, er komt op Google niets uit. Het is een yahoo.com e-mailadres en die gebruiken wij hier niet zo vaak. Ik hoop dat de vader van Anas dit ziet. De moeder natuurlijk ook, maar... Mensen, ik kan echt niks meer doen. Als in Nederland de politie, de advocatenorde, de rechtspraak wil dat mensen worden vermoord en dat de dood heel snel wordt afgedaan als zelfmoord, kan ik niks meer doen. Dag.